Er wordt hard gewerkt om alles tip-top klaar te krijgen voor zondag. Vorig jaar was er het bezoekersrecord van 78.000 man. Organisator Lee van Dam hoopt dat dit jaar weer te halen. 78.000 is een mega aantal en ik hoop dat we dat kunnen continueren. Je weet het nooit, hè? Dat is ook weersafhankelijk. Maar goed, we hebben een goed concept, gratis entree, dus dat moet lukken. Na de GT is dit voor de zijspannen de tweede WK-wedstrijd op het GT-circuit. Benny Streuer eindigde in juni als derde en daar tekent hij weer voor. Dit is voor ons gewoon het mooiste evenement van, ik denk een van de, ja, voor de zijspanklaars het mooiste evenement van het jaar. Naast de vele races en demo's is de Renault Clio Cup een van de spectaculairste klassen. Marcel van der Maat uit Rijzen is één van de kanshebbers en hij kent het circuit goed. Je hebt hele langzame bochten waar je echt moet proberen de grip te vinden en de auto net in overstuur te brengen waardoor je zo snel mogelijk op het gas kan. Maar je hebt al hele hoge snelheidsbochten, natuurlijk de ramshoek. Ja, en dat is weer maximaal kicken. Morgen zijn er de trainingen. En zondag begint de Racing Day om 9 uur met kart, motor en autosport.